bounds. En hallo allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Watch Dogs. Mijn naam is Michael en we gaan vandaag weer Watch Dogs doen. Yo. Je meent het. En ik wil vandaag eigenlijk een verhaal vertellen. Kijk, stel nou dat je geen Watch Dogs serie volgt. De meeste van jullie denk ik wel. Want voor mij is het een van de best bekeken series op mijn kanaal tot nu toe. Maar ik wil eventjes wat, niet echt privé, maar meer gewoon een paar dingen over mij vertellen. En over mijn, beetje familieachtig. Laat ik eerst beginnen over mijn huisdier. Hij heet Maui, dat is een kat van mij. Of geen, ik zou geen poes zeggen en het is ook een kater eigenlijk. Wij hebben een huisdier, dus Maui. Misschien hebben jullie die wel eens gezien in een vlog. Maui, die hebben wij ooit eens een keertje gevonden eigenlijk. We hebben hem niet gekocht. We hebben verder rest helemaal niks. Alleen, ja, we hebben hem gewoon gevonden. Hij kwam elke keer voor bij ons aan de deur. Dan was hij aan het mouwen voor wat drinken. En, ja. Dat was eigenlijk een beetje hoe we hem hebben ontmoet. Op een gegeven moment hebben we hem laten ontvlooien, alles. En toen, op een gegeven moment, was hij ineens weg. Nou, dat vinden wij best wel kut, want dan zijn we de hele tijd bezig en dan met dat kat en helemaal geld erin uitgeven. Ineens was die weg. Was die daarna overreden, als ik het goed heb nog hoor. Was die overreden? Ik niet, was die overreden. Dus hij kwam terug, heel kopje in elkaar. Dat was niet alles. De helft van zijn hersenen waren afgestorven, alleen gelukkig niet het ergste deel. Maar hij moet dus nu altijd aan een riempje als hij naar buiten gaat. Anders loopt hij weg. We hebben hem al een keer in Alphen opgehaald. We hebben hem al een keer in Zevenhoven opgehaald. Gewoon overal bij een dierasiel. En de ene keer was het ook nog verkeerd gegaan. Toen dachten we dat hij dood was. Maar hij was niet dood. Dus we hebben hem hele cremering betaald. En dat was niet eens voor onze eigen kat. Nou, dat was een beetje een verhaal over mijn kat. Hij is nu nog steeds gewoon een beetje normaal. Hij is niet heel apart. Kijk, dat is een beetje geld. En ja. Dan hebben we nog een verhaal over mijn familie. Mijn tante. Ik heb nu nog één tante. Die andere tante is helaas overleden aan kanker. Dus ja, dat is meestal tegenwoordig waardoor ze doodgaan. Dat is precies een jaar geleden geloof ik nu. Nou, nog 2 weken en dat is precies een jaar geleden. Ik ben er wel aardig overheen gekomen. Ik heb ook niet echt gehuild ofzo. Want ik vond mijn tante wel aardig, maar ik ging niet echt met haar om. Het was niet echt een... Hey, het is een meid. Bad boy. Holy shit. Dan heb ik daarna nog een verhaal. Ik heb vroeger zelf ook kanker gehad. En dat was... ik heb zelf nog niet echt benut bij gehad. Ik zat in groep 4, dus ik was 5 of zo. 5, 6. En toen had ik leukemie. Leukemie is een soort kamer waar je dan aan dood kan gaan. Het hoeft niet. Met schroepen achter ze huilen niet. Die film, ik weet niet of jullie die kennen. En zoiets had ik ook. Alleen ik had niet. Ik had wel kwaadaardig, maar ik had het wel gewoon. Ik was sterk genoeg om te overleven. En toen ik klaar was, toen was ik 6. En nu moet ik elk jaar nog voor controle naar het ziekenhuis. Ga ik me gewoon een beetje onderzoeken. Hoe of wat. Of het goed gaat met de puberteit. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar bij mij kunnen ze sneller achter een ziekte komen. Dan bij jullie of iets anders. En Ik ben er gewoon weer helemaal overheen. Ik heb een paar littekens ervan. Want ik had ook bulten. Dat was heel raar. Mijn ding in het ziekenhuis was helemaal niet erg. Ja, ik zal even dit verhaaltje doen. Bad boy is een vrouw.
Maar was ik gebleven. Ik vond het helemaal geen nare ervaring in het ziekenhuis. Klinkt misschien heel raar, maar ik vond het altijd wel gezellig. Tenminste, in die tijd. Als ik een auto zou leggen, zou het misschien wel iets anders zijn. Want dan wil ik liever aan YouTube werken en weet ik veel. Maar toen, nee, toen nog niet. Dat is heel raar. Echt heel raar. Maar ik vond het eigenlijk altijd wel leuk. En, ja. Dat vond ik helemaal niet erg eigenlijk, dus nogmaals. Bridges. Road spikes. Lol. Ja, ik ben even hier met tegelijkertijd mee bezig en het is lastig om twee dingen tegelijk te doen, zeg maar. Frag grenade. Combat. Quick switch. Focus. Craft items. Frag grenade. Dan heb ik alles wel gehad. Dan vind ik wel een frag grenade. Ik weet niet wat het doet, maar ik kan maar hebben. Zo. Hoi. Oh, nee, 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 nee. Willy, jongen! Gaan we weer. Zo. Kunnen we die deur dicht doen? Moet eerst camera. Naar de camera. Holy shit. Holy shit. Zo, laten we de boel lekker ontploffen of kan dat niet? Geen idee. Kom dan. Kom dan. Ja.
Kut. Waarom moet ik altijd laden als ik moet schieten? Kom maar. Kut. Goh. Nou, dan ga ik weer opnieuw. Ja, zo simpel is het. Wacht even. Ja. Zo. Laten we gewoon weer opnieuw gaan doen. Gewoon heel simpel. Gewoon meteen gaan schieten. Hoppatee. Gaan we dood. Jij ook. Ja. Gaan we dood. Scheelt maar weer tijd. Ja, tuurlijk. Ga nog maar een keer dood. Waarom gaat het zo snel? Echt, ik snap er echt geen ene vlieger van. Maar ja, het zal wel mij liggen. Kijk, dit game vind ik wel leuk, maar het duurt zo godsallereus lang. Hier, we zijn nog 11 minuten bezig. Ook al hebben we best wel veel gedaan. Maar... ja, oké. Okay. I take it. We gaan eerst nog maar weer even met de camera. Why do they shoot me? Double kill, jongen, bam. Serious. Dekking terug. Nou, je bent dood. Ik hoor het wel, hoor. Alles vrij? Sneller dan ik dacht. Er is geen wapens meer, niks. Ah, leuk autootje. Armor full. Boom. Boom, 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 boom. Wat je kan het doen. Toen. Bam, 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 bam.
Gezellig muziekje hoor. Waar zitten jullie dan? Daar. Dekking. Komen een paar mensen naar binnen. Gezellig, de muziekje maakt wel alles af, gelukkig. We kunnen niet eens raak schieten. Schiet lekker op zo, jongens. Godver. Schietpartij, jongen. Daarnaast is er ook nog pas een kennis van me overleden. Het gaat lekker hier. Ja, pas ook nog een kennis overleden. Die had een beetje problemen met vriendin, geloof ik. Die was boos, sloeg de raam in en die is doodgegaan door slagaderige bloeding. Hoppatee. Reload. Ja, het is kans dat ik elk moment moet stoppen. Kut. En dat is waarschijnlijk, ga ik nu doen. Want dit is zo'n level om helemaal niet aan. Zet er geen save point in, alsjeblieft. Alsjeblieft. Een waypoint of zo. Gelukkig zit wel iets van een waypoint in.
kan ik niet eens naar boven. Ik kan niet eens naar boven. Wat is dit voor shit? Die is dood. Hoppatee, nog eentje. Ga dan reloaden, bitch. Curry! Oké, kap ermee. Denk ik. Of ik doe het nog één keer en dan kap ik er echt mee. Fuck, man. Ik kan nog eventjes... Eén keer proberen via een andere manier. Kijk, zo kan het ook. Ja? Ja.
Ja, glas kan je kapot schieten. Curry! Oké, kijkers, ik ga deze lekker offscreen even afmaken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om je groene duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan check ik jullie de volgende keer weer terug bij weer een nieuwe aflevering hier op Gamen met Gevoel. Ik heb nu geloof ik 3 afleveringen opgenomen. Dus dat betekent dat ik er nog 2 moeten gaan. Sorry. Maar even kijken. Tot de volgende aflevering. Bounce.